even omdraaien hoe je het zelf prettiger vindt. Dan draai je natuurlijk je voorbeeld ook om. Maar het voordeel is dat je dan net even een fijnere beweging kan maken. Nu kun je heel makkelijk hier die haren vanuit je beweging daarin zetten. Dan pakken we even de achterkant van ons penseel en daarmee gaan we in de verfkras. Maar het is natuurlijk best een beetje lastig. Maar je ziet hier al dat als je krast, dat een beetje die oranje onderlaag, die komt eruit voort. En je kan dus ook in de achtergrond, hier kan je het mooi zien wat er gebeurt. Zie je als je hier dus krast.